Als het mijn kind zou zijn, zou ik niet willen dat ik door de ene beste behandeld zou worden. Ik zou door de beste behandeld willen worden. Al die expertise die hier bij elkaar is, zorg inhoudelijk, maar vooral ook psychosociaal, paramedisch. Ook gericht op kwaliteit van leven, op hoe houden we ook dat gezin sterk en in positie om, ondanks dat het kind een ernstige aandoening heeft, om toch dat gezin te helpen en te ondersteunen. Alle kinderen zijn beschikbaar voor de research. Dat willen kinderen en ouders ook graag, want ze realiseren zich, zij krijgen een behandeling die ook door research gemaakt is. Maar de research is ook eigenlijk ter beschikking aan alle kinderen, in één keer. En de bundeling van al die experts bij elkaar stuurt ook iedereen naar een hoger niveau. Waar we zijn is op zich prachtig, maar wij leven niet in een wereld waarin we tevreden kunnen zijn. En daar hoef je alleen maar voor door de kliniek te lopen en te zien en te kijken hoe dat met de kinderen is. 75-80% genezingspercentage is namelijk niet genoeg. Dit horen allemaal kinderen te zijn die 80 jaar voor de boeg hebben. Dus je kan niet zeggen van nou, we zijn er ongeveer wel. Nee, helemaal niet. We hebben te maken met een hele groep van zeer zeldzame aandoeningen die zelfs als je ze allemaal bij elkaar neemt, nog steeds een zeldzame aandoening is. Dus voor de research, voor het onderzoek, is dit ook een cruciaal voordeel om alles bij elkaar te hebben, om sneller vooruit te kunnen gaan. Dus we moeten steeds die behandelingen bijstellen, effectiever maken, slimmer maken en de bijwerkingen terugdringen door minder van die schadelijke medicijnen te geven, maar wel andere dingen te doen die de therapie effectief maken. Ons ultieme doel is 100% genezing, 0% bijwerkingen. Dat gaat best nog lang duren. Maar stapje voor stapje, als we 1-2% per jaar winnen, zou ik ontzettend blij zijn. Want het gaat natuurlijk echt fundamenteel over ingrijpende keuzes die genomen moeten worden in het leven van kinderen, maar daarmee in het leven van gezinnen. Want dat kind, dat kan niet zonder het gezin. En het gezin, dat wil niet zonder het kind. Dus alles wat wij hier doen, is gericht op gezinsgerichte, ontwikkelingsgerichte zorg. Dus die hele samenwerking met de VOKK, met de cliëntenraad, met de kinderadviesraad, met onze shared care centra, uiteraard met onze partner UMCU hier. Alles is erop gericht om eigenlijk dat kind en dat gezin, ondanks de omstandigheden, een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. En we hebben ook een bepaald strategisch plan voor de komende jaren. Waar moeten we op versterken? Wat doen we nog helemaal niet goed? Er zijn heel veel andere vormen van kanker die in uitgezaaide vorm, in hele agressieve vorm, bijna helemaal niet te genezen zijn. Daar moeten we heel erg op inzetten. Wat maakt een gewone cel een kankercel? En hoe kun je die tumor het beste aanvallen? Daar moet heel veel onderzoek naar gedaan worden, in het laboratorium, maar ook bij de patiënten zelf. Wat daarvoor nodig is, zijn op de eerste plaats hele goede mensen die steeds de grens willen verleggen. Die moet je opleiden en die moeten en de zorg en de research snappen. En die moeten in feite grijze mannen zoals ik kunnen vervangen. Om zo snel mogelijk het zorgmodel en effectieve behandeling in de kliniek te kunnen versnellen en dan te kunnen standaardiseren, zodat je tot een nieuwe standaardbehandeling kan komen voor ieder op zich eigenlijk zeldzame afwijking. Dat is een geweldige uitdaging. Maar ja, het is wel de moeite waard. We hebben het hier over kinderen. Nou, is het helemaal de moeite waard. Voor de ambitie die we hebben en het tempo ook wat we willen maken, met name in de research. En ook voor ondersteunende activiteiten die we hier willen doen, die we niet uit de reguliere zorgfinanciering kunnen dekken, moeten wij het ook heel erg hebben van funding van buiten. Dit kan alleen maar verder uitgebouwd worden en geoptimaliseerd worden met die brede morele en emotionele steun die we hebben bij het Nederlands publiek. Dat hebben we. Iedereen weet hiervan. Dat die ook blijft gedragen worden aan de financiële kant. Ja, dan hebben we het over Kika. Dan hebben we het over onze eigen foundation. Dus waar het om gaat is natuurlijk dat iedereen zegt van ja, daar ben ik nou ook trots op en ik ben daar onderdeel van. En daar werken heel veel mensen echt enorm gepassioneerd aan. Sommige mensen zeggen wel eens van, maar jullie hebben een fantastisch gebouw met fantastische faciliteiten. Zo is het toch mooi, het is toch prachtig zo, je bent toch klaar. Een gebouw is maar een gebouw, hè? Het is maar een middel. Waar het om gaat, is dat we 100% van de kinderen genezen. Dat er geen kind meer doodgaat aan kanker.
En om dat te doen hebben we gewoon heel veel nodig. En het mooiste is om het gebouw uit in de fik te steken omdat het niet meer nodig is.